Goedemiddag. Regisseur, schrijver en televisiemaker Theo van Gogh is vermoord. Woede, afschuw en verbijstering. Dat zijn de termen. De dingen die mij te binnen schoten toen ik dat vanmorgen hoorde. Dat dit kan gebeuren in een stad als Amsterdam. Die vrijheid van meningsuiting zo hoog in zijn vaandel heeft staan. Een stad waarom om die reden Theo van Gogh ook thuis hoorde. Dat er dan dit gebeurt, dat is, daar heb ik dus geen woorden voor. Van Gogh wordt voor het kantoor van Stadsdeel Oost door meerdere kogels getroffen. Hij strompelt naar de overkant en de dader komt achter hem aan. Het is druk op straat op dat moment. Ik stond achter een auto met mijn kind en ik riep tegen die man van doe het niet. Doe het niet. En Theo die viel en hij keek mij aan en ik keek hem aan en toen schoot hij hem neer. Er ontstaan felle discussies over de dader en zijn Marokkaanse afkomst. Een geloof dat vrouwen onderdrukt, waar alleen kerels in een moskee zitten, dat klopt niet, klaar. Oh ja, en die sluier van vrouwen, wat betekent dat eigenlijk, zo'n sluier van vrouwen? Dat kan je zeggen, dat is ons geloof. Maar wat zit er achter? Ja, zit er ja, zit ons aan mijn hokjes te duwen, dus er zijn helemaal geen hokjes. We zijn een eenheid. Als je bepaalde mensen van een bepaalde geloof, moet jij je eigen landgenoot corrigeren. Wat landgenoot? We zijn toch allemaal Nederlanders, toch? Ik had moeten doorvragen. In Den Haag. Wij met z'n tweeën. Netjes in pak, gewapend, met 25 pagina's, goed uitgewerkt projectplannen en argumenten onder de arm. Klaar om bezwaar te maken tegen de afwijzing van zijn jongerencentrum. Het gaat helemaal mis. Ze spreken op een totaal andere golflengte. Geen empathie vanuit de ambtenaar naar hem en ook niet van hem naar haar. Mohammed flipt. Ben ik hier nou zo slim of ben jij zo dom? Inhoudelijk heeft hij gelijk, maar de vorm was niet handig. Met lege handen in de auto terug naar huis zeg ik, nou dat was niet echt constructief. Mohammed was er klaar mee. Hij was geschoffeerd, niet serieus genomen. Hij werd niet gezien. Ik had meer rekenschap moeten geven. Je kan mij niet verantwoordelijk houden voor de daad van Mohammed Bouyeri. Want wat had ik kunnen doen? Dan moet je ervoor gaan liggen. Als er een goede verbinding is, dan weet je wat er gebeurt en kan je het gesprek blijven voeren. We hebben de verbinding verbroken. Daar heb ik spijt van. Toen hij hier in het kamertje ernaast ging bidden, toen hij weigerde alcohol te schenken, toen hebben wij gezegd, hier stopt het. Dit kun je niet van ons vragen. We gunnen iedereen alle vrijheid in geloofsbeleving, maar dit gaat te ver. Nu denk ik, dat was weer een afwijzing. Ik spoel terug. Films met een slechte afloop zijn beter achteruit. Nu zou ik het anders doen. Uitspreken waar het me aan doet denken. Alles op tafel leggen. In verband met mijn islamitische overtuiging wil ik geen alcohol meer schenken. Oké, maar hoe kunnen we dit oplossen? Vertel, waarom moeten wij tijdens onze vergaderingen jouw gebed horen? Wat is dat? Ik geef hem de aandacht waar hij om vraagt. Ik heb hem nooit meer gesproken. Iedereen vraagt mij, heb je daar behoefte aan gehad? Ja, in de weken daarna, samen met een gezamenlijke vriend. We gaan hem opzoeken en zeggen, hallo, waar ben jij in godsnaam mee bezig? Het is er niet van gekomen. Waar is het misgegaan? Dat zou ik hem nu willen vragen. Maar ik weet het antwoord al. Het is voor hem namelijk niet misgegaan. Het is goed gegaan. Mijn vragen zijn voor hem niet relevant meer. De toenmalige minister-president stuurde de ouders van Van Gogh een brief. Geen bezoek, geen oog voor het persoonlijke. Onze burgemeester, Job Cohen, kwam bij ons naar binnen om te proeven hoe het hier gevallen was. Ik stel mij voor, mijn naam is Dick Glasdal van Loon. Ben jij de broer van? Ja. Gecondoleerd. Leven je ouders nog?
Hoe is het met je moeder? Dan ben je een van de grote der aarde. Hij checkt in. Hij weet wie hij voor zich heeft. Dat wil ik ook. Jou zien. Laten voelen dat je impact hebt. Was geschreven Jannemieke Kaspers.